Het niveau dat we maandag haalden was erg hoog ten opzichte van een tegenstander die ook in de top staat van de Super League. Nou, dan krijg je twee ploegen die tegen elkaar willen voetballen en dan blijkt ook dat we dat goed kunnen. Waarbij je wel kunnen uitlichten dat Steven Bergwijn was beslissend. En wat leuk is om te zien is dat hij heel weinig heeft gespeeld de laatste week, of in ieder geval niet zo heel veel. Maar dan toch een heel hoog niveau kan halen en dat is razend knap. En anderen trekken zich daaraan op? Ja en nee. Steven komt ook al in een gespreid bedje terecht. In die zin dat het niveau gewoon heel hoog is. Waardoor het voor een aanvaller ook gewoon prettig en goed is om daarin mee te kunnen. Dus het hele team doet het dan goed. En dan kunnen sommigen daar in uitblinken. Op. Nou, noem maar gerust de mokerslag. Want dat hadden we niet zien aankomen. Want On19 zat in een goede serie. We hadden expres ook een goede line-up verzorgd. Eigenlijk allemaal internationals of nou wel jongens die al heel veel ervaring hebben om dit soort wedstrijden te spelen. Dat zou op geen enkele wijze terug, want we verloren zeer verdiend. Laat ik meteen daarbij zeggen dat Ajax dat heel goed gedaan heeft. Hè. Dus het is niet dat het alleen aan ons lag. Ajax heeft goed gespeeld, dan krijgen we die in ieder geval niet. Maar wij zelf waren gewoon heel matig, ver onder de maat. En daar hebben we ons, ik was met Marcel daar, met Marcel Bans, we hebben ons kapot zitten ergen. Zien jullie dat als een incident? Nou, dan hoop ik dat ze de komende weken moeten uitwijzen, want uiteraard hebben we dit wel sterk nabesproken. We dachten dat we hier wel een beetje overheen waren, omdat we de laatste jaren zoveel van dit soort wedstrijden hebben gespeeld. Dat je dan denkt dat je kan opladen voor een goed resultaat, maar we zakten verder de ondergrens en dat zie je dan in allerlei dingen terug waar we helemaal niet gelukkig mee waren. Ik zag in het schema van Onder19 dat ze behalve die competitie ook oefenen tegen Schalke, tegen Zulte Waregem, volgens mij tegen Jong Roda, zag ik even verderop nog. Is dat een bewuste keuze om de intensiteit hoog te houden? Ja, daarnaast is de groep ook vrij breed en willen ook alle jongens een podium bieden om zichzelf te kunnen ontwikkelen. Het gaat niet alleen maar om die allergrootste talenten, het gaat om alle jongens die hier voetballen. Die krijgen een ontwikkeling waar zij beter van worden. Dus in dat kader zijn die wedstrijden. Daarnaast willen we inderdaad zoveel mogelijk en zo vaak mogelijk spelen onder goede weerstand en dat hoort hierbij. Onder16 heeft in Brugge een heel goed toernooi gespeeld. De finale verloren van Atletico Madrid en heel goed gedaan. Dus hier zetten we maximaal op in met de aantekening dat dit zijn geen leuke, het zijn leuke reisjes, maar het gaat wel degelijk om resultaat. We gaan niet naar een toernooi mee te doen. Toernooien waar we spelen moeten we winnen. En we proberen in de organisatie het zo te doen dat we daarin echt het allerhoogste niveau tegenkomen. Dat lukt goed, maar dan is het hier af en toe wel een keer rustig, ja. De bewuste keuze ook dat ook de jongste jeugd die kant op gaat? Jawel, ja. Het wennen aan met elkaar spelen internationaal, het wennen aan hotels, het wennen aan met elkaar onderweg zijn, reizen. Dit zijn allemaal dingen die de jongens gaat helpen als ze straks dan in Onder19 of Jong of zelfs PSV 1 spelen. Dat ze gewend zijn aan een bepaalde manier van leven en een bepaald weekritme. En ze niet daarin nog verrast worden.